dat hij Wiels heeft neergeschoten. Tien varias personas y en persona neta visa co aba visa dan co bo atira Wiels. Nota verdad. Nou, dat klopt niet. Dat je heeft net al gezegd, ja, het is niet de waarheid. Maar heeft hij het ook niet tegen andere mensen gezegd? Pero ese también no avisa ningún otro ende. U heeft tegenover niemand gezegd dat u betrokken bent bij die moord? Nieuwe bobisa, komt daar implicaat in assassinato? En waarom zouden nou verschillende mensen dat verzinnen, dat u dat wel tegen hen gezegd heeft? Ik pak ik ook waar zinnen door wij inventatie, kom maar bisa naar ko. Lo bo attire. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet waarom ze dat zeggen. Minosa. Minosa, pa' kiko na de WCC. Nee. Ja, het heeft de opsporingsautoriteiten natuurlijk wel op uw spoor gezet. Ja, ora na bij conducir investigación, na llegan a bo persona. Of het vormde een bevestiging voor de opsporingsautoriteiten dat u betrokken was? Ja, daarmee voor een confirmation van de detective naar een kutaal de conducerende investigation van Avalo taal de implica. Want zoals het aan de politie of door de politie is gepresenteerd, is het alsof u tegen verschillende mensen heeft gezegd, ik ben erbij betrokken, wij hebben Wiels neergeschoten. Na police of door de police, worden de sedilani komen zich veren. Botindia, Berkelico, Oduko, Otrede, Nos, Atire Wiels, Nos, Atire. Nou, dan komt min of meer als sluitstuk uw verklaring vanaf maart. Dat u zegt, ja, inderdaad, ik heb Wiels neergeschoten. Tabini, meneer, e parte final, kuna maart, wat is er zien aan Atire Wiels? Nou, en dan lijkt het alsof wat u dan aan het verklaren bent, of dat ook. Ja, bevestiging heeft in andere onderzoeksresultaten. Hier is de paas in de kwal moet het declarando tahaya su confirmación de resultado na die andere investigación dat worden konden zien. Dus dan lijkt dat op het eerste gezicht ook wel een geloofwaardige bekentenis. A primera vista e pase un admisión como te dice sí, ese no está quiere. Wilt u daarop reageren? ¿Por qué reaccionar y pensar que? No. U blijft erbij dat u onder grote druk die verklaring heeft afgelegd en dat die verklaring niet de waarheid is. Queda para co bato una declaración en modo de hopi presión y co declaración no está basada arriba verdad. En dat voordat die grote druk werd uitgeoefend er een deal was aangeboden. Y prometo e presión e tan grande ahora se ha ofrecido un deal. En dat die deal inhield. Dat als u namen zou noemen van opdrachtgevers en de schutter, dan zou u geen levenslang krijgen en naar Nederland gaan. Ik wil delen dat is er dan zie wat is er geen aan de opdracht, ik geen atira lopen nog aan je bidelang in lopen bij Hollanden. Uw verklaring over de opdrachtgevers, wat is daarvan waar? Wat ik er zo'n tokant is staan komt door de opdracht. Passeert niet op de waarheid. En not te passen niet bij dat. Hoe bent u daarbij gekomen bij die verklaring? Wat doe ik er zo in? Ja, je hoort ook dingen, dus Curaçao is klein, je hoort zoveel dingen en dan ga je zelf je puzzel maken. Ja, dat heeft de tante koos. Ik was altijd chiquita, dat was de toestand. Ik was er maar meestal in, ik heb ook koos niet otro. Was u niet bang dat u een hele lange straf zou krijgen? Of de mogelijkheid zou bestaan dat u een lange straf zou krijgen? Maar dat is niet meer dat ik een castigo op ilargo. Een possibiliteit dat existeert dat ik een castigo op ilargo. Ja, eerlijk gezegd niet, want ik heb er niks mee te maken. Nou, maar francamente, no, pas op, ik niet in handen heb. Dan is het maar een. Hele magere deal. Er is een deal. No, bon parar de su zapato.
Want als u eigenlijk al niet bang was voor een lange straf. Dan zou u al helemaal niet bang hoeven zijn voor een levenslange gevangenisstraf. Wat zou die deal dan uitmaken? Dat heb ik net al gezegd. Ze hadden mijn vrouw gepakt. En ik had het voor mijn vrouw opgenomen. Daar gaat het om. Nou, daaruit begrijp ik dat het er met name in gelegen is in wat u die grote druk noemde. Dus dat uw vrouw was opgepakt. Reta comprendeco e persoon granica wordt gezet, dat is ook al is dat bo casa.